Hallo allemaal, goedemorgen en welkom terug. Ik ben een videoot en ik ben een fantastische fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. En ik ben een beetje aan het kloten met YouTube. Ik zou het allemaal niet te serieus nemen, dat doe ik namelijk ook niet. Het is een beetje pielen met video en met software die Screencastify heet. Allerlei leuke gekke dingen mee doen. Die leuke gekke dingen kan ik nog niet. Maar leuk is het wel. Mevrouw de burgemeester, ik heb een verzoekje. Ik heb een soortje video's gedaan waar ik niets dan lovend over u ben geweest. Het is een afschuwelijke stad, Amsterdam, waar we in wonen. Het is echt afschuwelijk. Ik zou ook graag verhuizen naar buiten Amsterdam. Amsterdam is een stad voor jonge mensen. En burgemeester Halsema en ik was ongeveer dezelfde leeftijd. Laten we zeggen zo rond de 50. En ik weet niet hoe ze het doet, hoe ze het volhoudt. Want burgemeester van Amsterdam zijn, ik zou die baan niet willen. Al krijg ik 100 miljoen euro per jaar. Maar zij doet het fantastisch. Fantastische burgemeester. Fantastisch leuk mens. Intelligent, welbespraakt. Hard op de juiste plaats. Scherp, vind ik het. Ja, echt helemaal super. Maar afschuwelijke stad. Goed, ik ben niet zo lovend over u geweest. En ik zal dat blijven doen. Wat ik meen, wat ik zeg. Ik vind u de allerbeste burgemeester ooit. Maar ik, na al die complimenten. Ja, ik ben ook een belastingbetalende Amsterdammer. Ik wil wat terug. En het is een heel klein verzoekje. En ik denk dat dat de regelen moet zijn. Namelijk het luchtalarm. Ik hoor dat ding nu afgaan, nou bewust, weet ik niet, vanaf dat ik op de lagere school zit. En dat doen we hier in Amsterdam. Kijk, wat moet ik doen als de sirenes loeien? Als u sirenes hoort op de eerste maandag van de maand, dan hoeft u niks te doen. Precies om 12 uur worden de sirenes altijd getest. En daar gaan we het zo over hebben. Stel nou even voor, die sirenes gaan af en het is niet de eerste maandag van de maand. Nou, dan is dit wat je moet doen. Je moet zo snel mogelijk een gebouw naar binnen gaan. Ook als je in de auto zit. Dus hup, auto aan de kant en dan ren je gewoon een willekeurig gebouw in. De sirenes gaan af. Kinderen die op dat moment op school zijn, moeten daar blijven. Daar wordt voor ze gezorgd. Terwijl je je auto aan de kant zet en dat willekeurige gebouw in rent, moet je heel goed om je heen kijken naar wat andere mensen doen. Als die mensen niet naar dat gebouw aan het rennen zijn, dan moet je schreeuwen: hé, hey, de sirenes loeien, kom met mij dit gebouw in. Okay, dan wat je ook doet, niet telefoneren. Dit is waar het misgaat, dit glorieuze plan. Daar gaan we het over hebben. Niet telefoneren, want het telefoonnet kan overbelast raken, waardoor hulpverleners hun werk niet goed kunnen doen. Nou, laten we even. Dit wil ik wel geloven. Ik ren een gebouw in, dat doe ik wel. En ik wil wel tegen iemand roepen van: hey yo, kom dit gebouw in. Maar eenmaal in dat gebouw ga ik dan proberen uit te vogelen wat er aan de hand is. En zelfs als ik niet weet wat er aan de hand is, dan is het eerste wat ik ga doen, is bellen. En let u op, mevrouw de burgemeester, dat geldt voor iedereen. Dat is waar dit hele plan misgaat. Iedereen gaat namelijk bellen. Je kinderen, je partner, je ouders. Ik denk in die volgorde. En er is niks mis met je als je het in een andere volgorde doet. Als jij een kind bent, dan bel je waarschijnlijk als eerste. Ja, wie bel je dan als eerste? Papa of mama? Stel even voor, gescheiden ouders. Sirenes gaan af, kind zit op school. Een kind pakt die telefoon en denkt: oh god, als ik haar als eerste bel, dan is hij beledigd. Als ik hem als eerste bel, dan krijg ik haar gezeiken over me heen. Heel even dat we goed begrijpen waar we het over hebben. Hè? Burgemeester Halsema heeft twee van deze geweldig leuke. Twee, wat een dolle pret. Wij hebben er één. Maar goed, het eerste wat die gaan doen, zodra die sirenes afgaan, die zijn al in dat gebouw, die zitten op school. Dus in dat schoolgebouw pakken ze dan hun telefoon en dan gaan ze bellen en appen met de hele wereld. Ik denk dat ze eerst mij zou bellen trouwens. Sorry, maar zo is ze gewoon. Dan eenmaal in dat gebouw moet je alle ramen en deuren dicht doen. Dat is het veiligst. Zeker als er sprake is van gifwolken, gassen of straling. Hallo hé.
Dan wordt het minder leuk. Dan stem af op Radio Noord-Holland, het tv-kanaal RTV Noord-Holland of het A1-kanaal van Salto TV. Zo hoort u het snelst wat er aan de hand is. En wat u moet doen, ja, heel veel mensen hebben natuurlijk geen televisie meer. Dus ik neem aan dat er ook iets moet gebeuren. En kijk, bekijk hoe u zich het beste kunt voorbereiden voor als er echt iets aan de hand is. Oké, denk vooruit. Dat is geen secure pagina. Dat is geen HTTPS. Moeten jullie wel wat aan doen, vind ik. Maar goed, de sirene gaat. Noodpakketten. Met een noodpakket bent u goed voorbereid. Oké, hier kijk, je kan een denk vooruit pakket kopen. Als er sirene, wat betekent dat? Tijdens noodzitten, dat noodpakket moet je dus dan wel bij je hebben. Wat heb je nodig? Een radio, een batterij, een zaklamp. Een eerste lucifers, vaccinelichters. Oh, ze hebben niet een standaard pakket wat je kunt kopen. Ze hebben gewoon alleen een lijstje met spullen. Een lijstje met spullen. Hebben ze deze spullen, zou je eigenlijk ergens contant geld. Dat kan niet meer. Al die geldautomaten. Contant geld, kopieën van identiteitsbewijzen en verzekeringspapieren. Reservesleutels van huis en auto. Plattegrond van de omgeving. Desinfecterende handgel. Zeep en maandverband. En je medicijnen. De gereedschapsset. Het is een hoop. Oké, dus laten we even zeggen dat je dit gaat samenstellen. Dat stop je ergens in een rugzak. En die rugzak die leg je thuis. En dan gaan die sirenes af en dan ben jij, weet ik niet, bij je schoonouders op visite. Presumably hebben die ook zo'n noodpakket. Ik weet het niet. Of je rent een willekeurig gebouw in. Een slagerij. Hebben die zo'n noodpakket? Je hebt dan wel te eten. Hey, hou ermee op, vervelende poes. Je sloopt alles. Iedereen wordt er gek van. Ik was een hele belangrijke video aan het opnemen. Nou ja, goed. Dit is wat. Dus als het misgaat, dan gaat het gewoon goed mis. Want niemand heeft zo'n noodpakket. Dit is waar ik me aan erger. Waarom zijn we die sirenes één keer per maand aan het testen? Is dat echt heel erg nodig? We hebben namelijk iets anders. We hebben NL Alert. Ja? Kunnen we die, in plaats van dat we die sirene testen, kunnen we niet één keer per maand een soort sms'je doen van de overheid? Piep, piep, hi, we zijn dat alarm aan het testen. En dan kan hij uit op die maandag. Waar zijn we bang voor? Oh, de sirene is kapot. Dan denken we echt dat allemaal burgers in dat staat hier ook. Heb je de sirene niet gehoord op maandag? Dan kun je de brandweer bellen. Van, hi brandweer, het is maandag. Het is de eerste maand en het is 12 uur. Maar ik hoor niks. Oh, dan komen we naar uw huis de sirene repareren. Want u moet hem wel horen. Of we komen naar uw wijk. Kijken wat er mis is met uw sirene. Come on mensen. En op het moment dat het mis is, gok ik even dat je via deze mensen, NL Alert, meteen allerlei berichtgeving krijgt. Waardoor je niet hoeft af te stemmen op radio of televisie. Ik heb geen radio, ik heb geen televisie, ik heb ook nog geen noodpakket. Weet je, dus burgemeester Halsema, kunnen we, en denken we echt dat deze niet gaan bellen? Kom op. U weet wel beter. U en ik weten wel beter. Burgemeester Halsema mag het testen van het luchtalarm uit. Er moet een andere manier zijn om dat te testen. Zonder dat je het hoort. Hele kleine moeite. We zijn hele moderne grote mensen. Digitale stad. Er valt vast iets beters te verzinnen. Wat gewoon minder irritant is. Nou ja, zou u dat voor mij willen doen, dan ga ik gewoon lekker verder met u de hemel in prijzen. En als u dat voor mij doet, dan prijs ik u natuurlijk helemaal ermee de hemel in. Onvoorstelbaar. Noodpakketten. Hier ziet het er leuk uit. Je zou denken, als iemand mij zo'n mooi koffertje geeft met alles erin, wat zou dat kosten allemaal bij elkaar? Warmhouddekens, een gereedschapsset, een waarschuwingsfluitje. Wie ga ik daarmee waarschuwen dan?
Misschien kan de gemeente Amsterdam voor de preppers, er zullen vast wel echte preppers in Amsterdam wonen. Wij zijn een hele multiculturele, hele diverse stad. Dus we hebben vast ook gekken die noodpakketten willen hebben. Misschien kunnen we een hele leuke maken met een logootje van de gemeente van Amsterdam erop. Misschien de GGD Amsterdam erop, dan maakt het nog meer indruk. En dan, of I Amsterdam Prep erop, of iets in die richting. En misschien kunnen we die gratis uitdelen op scholen in het middelbaar onderwijs. Kijk, papa en mama, wat ik heb gehad, een heel mooi noodpakket. Gek, dankjewel. Maar ja, dan krijgen alleen ouders met kinderen zo'n noodpakket. En mensen zonder kinderen zijn dan de pineut. Daar moet iets op verzonnen worden. Dat vind ik een beter idee dan... Daar kunnen we het andere keer misschien over hebben. Laten we gewoon beginnen met stoppen met dat kleren ding te testen. Stuur maar een sms'je. 1 keer per 3 maanden vind ik ook goed. Trouwens, voor de mensen die preppers zijn, maandag 8 juni 2020 rond 12 uur zendt de overheid een NL Alert controlebericht uit in heel Nederland. Lees meer. Het is wel verstandig dat je dit even leest en dat je niet denkt van... in juni en december. Dus dan zou de eerstvolgende toch zijn in december. Of die is al geweest. Die heb ik dan gemist. Daar moeten ze trouwens ook wat aan doen. Maar dat is de landelijke overheid. Als u nou voor mij echt een lol wil doen, stop dan met het testen van dat luchtalarm. Dank u wel.